NEC begon nog fel aan het duel met Jong Ajax, maar incasseerde alweer twee vroege tegentreffers. Hiermee stond ook meteen de eindstand op het scorebord. Jong Ajax won met 2-0 en ook Fortuna won. Dus waren Mart Dijkstra en Pepijn Leinders teleurgesteld. Hoe verklaar je, Pepijn, dat het in die uitwedstrijden die tegendoelpunten zo vlug komen? Dat je eigenlijk keer op keer de afgelopen wedstrijden in de uitduels die tegendoelpunten zo snel al incasseert? Ja, ik wou dat ik daar meteen een antwoord op zou hebben, want het zijn natuurlijk andere situaties. Hè? Dus ik denk dat er een bepaalde, niet over mij lijkt, dat is het niet, maar een bepaalde... Mentaliteit? Nee, ja, we verdedigen gewoon niet goed daar op die momenten. We zitten daar niet met ons leven tussen. En dat gebeurde bij Eindhoven en dat gebeurt nu weer. De remis vandaag tegen de nummer 3. Dat we niet vaker hebben gescoord dan dat Ajax heeft gedaan. Want hoe begonnen jullie, vond jij, aan de wedstrijd? Ik denk wel prima. We hadden druk op hen. En in mijn optiek komt de goal uit niets vallen. Maar goed, dat is zo zuur. Maar ik denk dat we wel redelijk begonnen en wat kansen afdwongen. Of in ieder geval mogelijkheden tot kansen, et cetera. Alleen, hij ging daar niet in. En toen kregen wij de 1-0 om de oren. Hoe moeilijk is het om toch ervoor te gaan en met elkaar de koppen bij elkaar te steken op het moment dat je, dat zul je ongetwijfeld gehoord hebben, dingen worden geroepen naar jouw kant toe, de supporters, eigenlijk het publiek niet bedankt of de spelers niet bedankt. Hoe ga je daarmee om? Het is het hele seizoen, hè? Dat is niet vandaag, hè? Dat is gewoon het hele seizoen zo. En dat maakt het lastig, omdat er meer druk op komt. Omdat het elke keer voelt alsof alles verliemt. Dus vandaag is natuurlijk, je komt echt dichter bij de finale. Dichter bij de... Maar ja, zo, ik vind altijd dat zolang er een kans is, moet je blijven vechten. We hebben lastige situaties gehad.